Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij. Onze gast van vanavond is een grote en grootse vrouw met een prachtige stem. Ze is kleurrijk en extravagant. En dat kan je bijvoorbeeld zien aan haar kleding en haar kapsels. Haar shows zijn een mengeling van intieme belevenissen en hilarische sketches en typetjes. Ze is geboren in 1960 in het Noord-Hollandse Schagen. Ze heeft een ongelukkige jeugd waarin zij en haar zussen worden misbruikt door hun stiefvader. Later, op de Kleinkunstacademie, valt ze op door haar enorme talent. Bijna 30 jaar deelt ze lief en leed met ons. Altijd met een grote lach. Karin, allereerst wat ontzettend leuk dat je meedoet. Dank. Kan je stil zitten al die uren? Kan je stil zijn? Is dat een gewetensvraag? Nee, ik kan heel slecht stilzitten. Ik kan ook heel slecht stil zijn. Eigenlijk, ik zei tegen... tegen mijn man. Ik moet eigenlijk gewoon mijn haakwerkje meenemen en gaan zitten haken. Dat is waarschijnlijk het allerslimste, want dan ben ik heel rustig. Dat mediteert voor mij. Dat heb je niet gedaan? Nee, ik heb wel mijn haakwerk meegenomen, maar ja, dat staat natuurlijk niet op een mooi portret. Je hebt natuurlijk wel nagedacht over hoe wil ik afgebeeld worden? En dus, wat doe ik aan? Wat was de route naar deze outfit? De route was in eerste instantie vooral als je iets ophangt in je huis. Welke kleur vind je dan zelf heel mooi om naar te kijken? En rood is mijn lievelingskleur. En ik dacht, als ik me laat schilderen, vind ik het wel mooi om het ook theatraal te laten zijn. Om je gewoon rijk. Want ik merk toch altijd, als je ook aan mensen vraagt van... Wie is dan Karin Bloemen? Dan zullen ze nooit zeggen Karin Bloemen in een spijkerbroek. Dat is die leuke vrouw in die spijkerbroek die zo goed de was kan doen. Dan zeggen ze toch altijd, dat is die vrouw met die jurken. Drie schilders gaan zo dadelijk naar je kijken. Het zou het leukste zijn als ze misschien het één schilder gewoon alleen maar zo'n hele kledderrode verf. Met zo'n geel bolletje en dan heel veel glitter aan de onderkant. Dat zou toch te geestig zijn. Het zal voor de kunstenaars een hele uitdaging worden om Karin in vol ornaat op het doek te vangen. Op de doeken van Frank sprankelt het van kleur. Zijn stijl is licht, expressief en abstract. En hij probeert altijd wel een psychologische snaar te raken. Ik ben benieuwd wat hij in Karin ontdekt. Jacomijn zal een portret in houtsnede maken om dit daarna in kleur te drukken op papier of doek. Met een uitzonderlijk effect als resultaat. Haar portretten zijn een close-up van het model. Wat gaat zij van Karin in hout vastleggen? Bram Stoof is een authentieke, klassieke realist met een fascinatie voor mooie vrouwen. In zijn kunst ervaar je 17e-eeuwse grondslagen. Zijn eerste opzet zal in één kleur zijn, om het doek daarna tot in detail uit te werken. Vandaag zijn de kunstenaars welkom in het Spand in Bussum. Wie ze gaan schilderen, weten ze nog niet. En terwijl ze zich voorbereiden, stijgt hun ongeduld. Mensen, het is zover. Jullie kunnen zo dadelijk aan het werk. Maar niet dan nadat ik natuurlijk even heb gevraagd hoe jullie je nu voelen. Nou, ik zit helemaal tot de nok toe vol spanning. Je hebt geen idee wie het is. Frank, wie denk je? Ja, het zou natuurlijk een theaterpersoonlijkheid kunnen worden, maar ik heb echt geen idee. Jacomijn, oud, jong, man, vrouw? Maakt mij ook niet zoveel uit. Maar ik hou wel erg van knoestige koppen. Knoestige kop? Ja. Misschien is het gewoon een goed idee als we de gast laten komen. Uitstekend. Ik zou zeggen, laat de gast maar komen. Aha, wow. Kijk. Buongiorno. Geweldig. Wat een prachtig onderwerp. Aangenaam. Hoi. Hoi. Frank. Hoi. Ik ben Jacomijn. Dag, ik ben een knoestige kop.
Ja, helemaal goed. Geweldig. Bram wordt helemaal rood. Zo rood als de jurk van Karin. Ik ben een soort kameleon eigenlijk nu ineens. Ja. Het is ook wel een beetje Bianca Castafiore, hè? Dat betekent mooie, blanke... Nee, kuise, blanke bloem. Oh, nee, dat is ze niet. Ga lekker zitten. Zij ook gelijk. Nee, dat is ze niet. Bedankt, kuis. Hanneke. Heel goed. Ik dacht zo om. Ja. Sorry, hoor. Weet ik expresso, jongens. Ik... Ja, mooi zo. Goed. Mogen we? Mogen we. Ja. Mogen we. Oh, wat erg, jongens. Dan moeten jullie gewoon aan het werk. Nou, dat is geen straf. Absoluut niet. Ik wil wel naar jullie kijken, dat vind ik te leuk. You know that... Moet ik, zal ik mijn stoel ietsje draaien dat die arm wat meer hier ligt? De hele tijd scheel kijken, expres. Je laat het, hè? Dat gaat niet gebeuren. Zo. Mijn papier is nu al te klein. Stilzitten, zeiden jullie. Aandacht vragen. Je krijgt alle aandacht al. Karin, hoe gaat het je tot nu toe? Goed, ik heb allemaal stoute plannen die ik niet doe. Noem er eens een paar. Op mijn kop gaan staan, heel hard wegrennen. Doen de hele tijd. Ja, en waar komt die drang vandaan om te denken dat je dat misschien gaat doen? Omdat het zo leuk is om te doen. En omdat ik weet dat het niet mag. En dan is het nog leuker om het te doen. Ik heb een beetje het gevoel dat je toch een voorstelling maakt van dit poseren. Zo voelt het niet. Ik denk dat ik nu relaxter ben dan wanneer ik zonder make-up... met ongefeund haar in een spijkerbroek en een houthakkershirt zou zitten. Dan ben ik ook te privé. En privé ben ik helemaal niet zo uitbundig als dat ik ben. Het is een beetje een parallele paradox misschien, maar... Ik ben eigenlijk heel stil. En ik laat eigenlijk nooit het achterste van mijn tong zien. En ik ben heel gereserveerd. En als ik theatraal mag zijn, dan ben ik dat veel minder. Maar ik denk dan toch, wie hebben we hier dan? Ja, the one and only. Ik wil heel graag dat achterste van jouw tong en die stilte en die vertrouwelijkheid. Het zou ik gewoon geweldig vinden om dat eens te zien. Ja. En jij zegt nee, nee. Nee, nee, ik zeg helemaal niet nee, nee. Nee, je doet nee, nee. Nee, ook niet. Nee, het is wat het is. Dus je kan mij echt alleen maar leren kennen als je me echt wilt leren kennen. Weet je, ik ben een grote vrouw en ik heb wel een soort beschermlaagje. Door het feit dat ik groot ben en mollig. Sommige mensen zeggen dat is dik, maar daar hou ik me weg van. Het is allemaal laster. Allemaal laster. Het is niet waar. Nee. Nee, maar ik heb een dikke huid. En van binnen ben ik een enorm emotioneel watje. Maar dat vind ik ook gaaf. Vroeger kon ik namelijk echt niet huilen. Vroeger zat ik gewoon ontzettend op slot. Wat voor meisje was je toen? Heel hard. Gewoon dit. Alleen maar gewoon... één wenkbrauw omhoog en krijg een tiefe smaak. Dat is helemaal niet leuk. Nee, natuurlijk niet. Nee. Het is niet wel een kind. Nee, maar ik was me ontzettend aan het beschermen. Mezelf ontzettend aan het wapenen dus. En in alle jaren daarna heb ik geprobeerd mezelf te ontwapenen. Maar als je referentie krijgt, het is hetzelfde als dat je in de oorlog bent opgegroeid. En je weet wat honger is, echte honger en de totale paniek. Dan is elke dag dat er eten is een dingetje. Jij bent in een oorlog opgegroeid, hè? En mijn jeugd was ook oorlog. Ik heb het ooit eens vergeleken met een kampjeugd en zo voelde het ook. Het is ook heel raar om te merken dat ik heel goed functioneer als er paniek in de tent is. Ja. Wat gebeurt er dan met je? Nou, dan kan ik heel snel handelen. Als er een hond afrent op een kindje, dan pak ik gewoon die hond bij zijn reet en dan flikker ik hem de tuin in. Dan word ik ook heel agressief. Een soort hele rare kracht die je opeens hebt. Weet je wel? Dat zit natuurlijk toch. Dat stoelt ook op een woede. Ja. En op een enorme overlevingsdrift om. Die woede, hè? Je zegt zelf het woord woede. Waar is die gebleven eigenlijk? Die heeft zich. Ik wilde. Woede is ook kracht, is ook passie, is ook hartstocht. En dat heb ik geprobeerd om te keren en het naar buiten door het te geven. En dan wordt het ook. Dan wordt het energie. En dan gaat hij, tenminste, zo voel ik het altijd, zeker als ik voor een zaal sta. Dan is het geven en nemen en geven. Dan gaat het rollen. En dan gaat het ademen. En dat bevrijdt enorm.
een leuk idee voor een volgend programma. Dan gaan we Hanneke met z'n allen schilderen. En dan schilder ik Hanneke. Weet je, zo'n heel groot wit vlak. En dan alleen rechts in de hoek zo. Met twee rode laarsjes. Jacomijn, houtskooltekening. Ja. Dit is je eerste fase, hè? Ja. Het is een beetje een soort onderzoeksfase. Een beetje verkenning van de trekken van Karin. Misschien dat ik straks nog met kleur proberen. Want ik vind dat het wel uitnodigend is om met kleur te gaan werken nu. Ga je lekker? Dat valt niet mee. Want Karin Bloemen is behoorlijk bewegelijk. Karin Bloemen is behoorlijk bewegelijk. Karin Bloemen. Ja, verder is het natuurlijk een heel boeiend model. En je gaat uiteindelijk nog over tot houtsneden, hè? Ja. En stempelen. Ja, ja. Dat is mijn vak. En durf je ook wel streng tegen Karin te zeggen en nu gewoon even stil? Dat word ik straks. Maar ik ben heel braaf, hoor, dus ik doe alles wat jullie zeggen. Ja, dat is ook zo. Goed om te weten. Dat geloof ik ook, eerlijk gezegd. Ja. Hoe is het om Karin te schilderen? Een waar genoegen. Wat betekent dat? Nou, het is natuurlijk een heel barokke verschijning. Sowieso ook met haar jurk aan uiteraard, maar ook qua hoe zij als persoonlijkheid overkomt. Wat voor type vrouw, wat heb je gezien aan haar innerlijk, voor zover je dat kan zien? Het vreemde verschijnsel doet zich voor dat mensen de neiging hebben om dingen die, waarvan ik vind dat je die eigenlijk privé moet vertellen, makkelijker voor een camera vertellen dan dat ze het aan die persoon zelf vertellen. Maar dat vind ik een raar soort omkering van het private en het publieke. En Karin gaf heel duidelijk aan. Zij geeft heel duidelijk. Zij weet denk ik heel goed, in ieder geval voor haarzelf, wat voor haar de beste vorm daarin is. En dat vind ik leuk om te zien. Bram, jij bent nog helemaal in de bruin-geel-wit tint. Ja, en dat vind je misschien merkwaardig, omdat ze natuurlijk een bijzonder kleurrijk onderwerp hebben. Ik ben me nu eigenlijk voor mezelf een soort landkaartje aan het maken. Waar moet ik zijn qua vorm? Karin als model, laten we het daar even over hebben. Ik heb gekregen wat ik hebben wil met Karin. Hij heeft gekregen wat hij hebben wou. Ben je benieuwd, Karin? Want jij ziet dus helemaal niks, hè? Nee, ik zie gewoon drie hardwerkende mensen. Dat is ook wel eens leuk, hoor. Ja, dat is leuk. Ja. Karin, je bent nu 50. Ik wou het niet zeggen, maar ik moet eruit. Je bent 50. Is dat een ding, dat ouder worden en de bijkomende, het eventueel een beetje verval van krachten? Nou, ik vond toen ik 40 werd, vond ik het vooral heel heftig. Dat was de eerste keer dat ik me echt realiseerde, oh, er is nu echt een periode afgesloten. Vond ik wel heel maf. Wat is maf? Dat dingen niet meer vanzelfsprekend zijn. Dat je echt dingen gewoon niet meer gaat doen. En dat bouwt zich op natuurlijk, wat je dan voor de laatste keer doet. En dat je dan helemaal op het eind van je leven nog één keer iets voor de eerste keer doet. Namelijk? Doodgaan. En dat is eigenlijk daar was ik me opeens heel bewust van. Maar nu hebben we het nog over de jeugdige leeftijd van 50. We zitten toch lekker te kletsen. Er kunnen ook nog wel 25 jaar bij komen. Zie je jezelf als oude vrouw? Ik heb zeg altijd tegen mijn kinderen, ik plan 112. Het kan een tikje tegenvallen. En ik wou dat ik dat waar kon maken. Dat is natuurlijk een beetje gekke leeftijd. Maar ik wil heel graag heel oud worden. Gaan er veel toeters en bellen af, denk je, met de jaren? Wordt het
Nee, maar je verandert het wezen van de mens toch nooit? Nee. Je kan mij toch, net zoals dat je zegt dat ik anders ben als ik een andere jurk aan zou hebben. Ik ben gewoon hetzelfde, altijd. En in wezen ben ik nog steeds dat meisje van 7. Die heel graag buiten wil spelen. Dus dat doe ik daar. Dat is mijn speelveld en mijn vak is mijn, waar mijn grote plezier zit. Maar... Dus die, als ik 70 ben, ben ik nog dat meisje van 7. Maar toen je 7 was, was het eigenlijk, mocht je helemaal niet zoveel. Nee, maar dus het is misschien wel de grootste inhaalslag is mijn hele leven. Ja, ik ben alleen maar zielsdankbaar dat ik vanaf mijn 15e jaar een mens heb mogen worden. Weet je wel, met alles erop en eraan. Dat ik het leven heb kunnen leven, zou ik maar zeggen. Ik vind het zo grappig dat menig een zou als slachtoffer van die nare jeugd eruit gekomen zijn en wrokkig en boos. En jij hebt iets van toen zijn de deuren open gegaan en ben ik plezier gaan maken. Je kan er zelf heel erg voor kiezen om dan het licht toe te laten of dat je voortdurend de donkere hoekjes opzoekt. Maar die deuren die moesten open. En eenmaal de deuren open, dan is het echt aan jou om er wat van te maken. En daar kun je voor kiezen. En je kunt kiezen voor schoonheid, geluk, voor muziek, voor kunst, voor genot, voor liefde, voor respect, voor samenhorigheid. Daar kan je voor kiezen. Heb je gedaan? Ja. Ja. Ik vind het een beetje een zuinige ja. Nee, dat heb ik echt wel gedaan. Wat is dit nu? Nou, lieve Hanneke, dit zijn nou vreugdetranen. Dat zijn nou vreugdetranen. Wat is het belangrijkste wat jij je dochters meegeeft? Ik denk dat je elk kind moet proberen te leren zelfrespect te hebben. Gevoel voor eigenwaarde. En dat het leven heel mooi kan zijn. Dat is denk ik wel wat je als ouder moet proberen, toch? Weet je, leven is gewoon voor hun leven. Dat is gaaf, hoor. Zijn het gelukkige kinderen? Dan ga ik weer janken. Ik ben echt een watje. Ja, ik vind mijn kinderen de leukste kinderen van de wereld. Nee, dat vroeg ik niet. Nee. Natuurlijk zijn het de leukste kinderen van de wereld. Zijn het de gelukkigste kinderen van de wereld? Nou, dat weet ik echt niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Ze hoeven niet de gelukkigste te zijn. En ook niet de knapste en ook niet de slimste. Doe je het goed als moeder? Ja, dan moet je hun vragen. Ik denk het wel. Hou nou op. De eerste dag zit erop. De kunstenaars maken nog even wat foto's van Karin en gaan dan naar hun ateliers om de portretten af te maken. En Karin? Karin moet haar ongeduld nog 2 weken bedwingen voor zij de portretten voor het allereerst kan zien. Een week later. Eens kijken hoe het met de kunstenaars gaat. Frank heeft blijkbaar zijn keuze nog niet gemaakt. Wij staan voor 2 schilderijen. Waarom? Omdat ik 2 opzetten heb gemaakt tijdens de eerste opnamesessie. En dat heb ik gedaan omdat ik enerzijds enorm aangetrokken werd door die hele jurk. En anderzijds ook, blijft natuurlijk ook de opdracht een portret maken. Ik ga aan allebei de portretten door. Het zou kunnen zijn dat ik op een gegeven moment of te veel in de problemen kom met 1 schilderij... of dat ik bij 1 schilderij het andere eventueel denk van die gaat het worden. Wat voor mens zoek je dan nog? Nou, ik zoek eigenlijk de mens die die jurk aan heeft getrokken om dat deel wat ze niet wil laten zien door die jurk te verhullen. Je hebt er een dag gehoord en gezien en meegemaakt. Wat voor vrouw
Is ze? Ik vond haar erg aardig. Ik vond ook dat ze niet heel veel het achterste van de tong liet zien. Maar bijvoorbeeld toen ze foto's van haar dochters liet zien, toen had ik het idee van ja, het is ook een echte moeder die heel trots is op haar kinderen. Die vindt dat ze de mooiste kinderen ter wereld heeft. Ja, dat is erg. Dat vond ik wel aardig om dat te zien, ja. Jacomijn's werkwijze vergt veel tijd. En dus is het opmerkelijk dat ze nog steeds met schilderen bezig is. We staan voor een kleurige, sprekend lijkende aquarel van Karin Bloemen. Wordt dit het? Nee, dit is mijn inspiratiebron. Als inspiratie voor wat? Voor een houtsnede. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat ik het resultaat een afdruk van een houtplaat. Ik moet nu eerst een houtskooltekening maken. En die houtskooltekening die ga ik dan later overnemen op de houtplaat die ik dan ga gutsen. En gutsen? Dit, ja, met een guts de lichte delen wegsteken. Aha. En uiteindelijk is het resultaat dus de afdruk van die houtplaat. Of misschien wel zelfs twee houtplaten. Aan het eind van de eerste dag had Bram een opzet in bruin tinten. Maar zou hij erin geslaagd zijn die rode jurk van Karin tot leven te brengen? Wat is er gebeurd intussen? Dat is de reis van het donker naar het licht, zullen we maar zeggen. En begint met bruin en dan komt de kleur. Hoe wil je haar uiteindelijk afbeelden? Wat is dit? Het is een portret waar eigenlijk in zit zoals ik haar voor het eerst zag. Toen ze binnenkwam. Ze trad eigenlijk uit het donker langs het gordijn in het licht van de studio. En het is eigenlijk zo van, ik weet dat ze een moeilijk verleden heeft gehad. En dat gewoon haar stap naar het toneel eigenlijk een soort bevrijdende stap is geweest. Over een week ziet ze het zelf. Heb je dat in je achterhoofd bij het schilderen? Nee, dat niet. Nee, het is wel zo dat ik hoop dat ze het mooi vindt. Want dat heeft ook te maken met een persoonlijke sympathie. Kijk, als ik het niet leuk zou vinden, zou het me ook niet zoveel kunnen schelen. Maar in dit geval is het anders. Het is een mevrouw die natuurlijk niet makkelijk tevreden te stellen is, maar dat zou ik toch wel heel graag doen. We zijn 2 weken verder en het is tijd voor de onthulling. De schilderijen zijn klaar en de kunstenaars hebben enorm hun best gedaan om Karin in vol ornaat op hun doek te krijgen. En hier in Naturalis in Leiden moet Karin zo dadelijk haar keuze bepalen. En dat wordt niet makkelijk. De schilderijen worden opgehangen voor het grote moment. Maar eerst even aandacht voor een bijzondere aankoop. Ik sta hier met Paul Voogd, adjunct-directeur van Naturalis. En wij staan voor een hele grote, ja, ik zou zeggen een dinosaurus. Stel me eens aan hem voor. Dit is een plateosaurus. Oh. Het is een planteneter. En dat kun je vooral goed zien doordat hij maar zo'n klein kopje heeft. Vleeseters, zoals de bekende T-Rex, die hebben van die enorme kaken. Ja. Ja. Dit is een kleintje. En hoe oud schat u dat hij is? Deze is ongeveer 200 miljoen jaar oud. Hoe komen jullie eraan? Hij is opgegraven in Zwitserland. In Zwitserland hebben ze in een groeve waar ze steen hakten op een gegeven moment botten gevonden. En dat bleek een soort van massagraf te zijn van plateosaurussen. En de Zwitsers hebben er inmiddels genoeg. Dus nu, als je bereid bent om te betalen, dan mag je zelf er ook eentje komen opgraven. En hoe past deze grote meneer in jullie collectie? Deze dinosaurus is heel bijzonder omdat hij uit de Trias komt. 200 miljoen jaar geleden, 250 miljoen jaar geleden. Dat hadden we nog niet. Maar het is vooral heel bijzonder omdat we het hele proces zelf hebben kunnen doen. Van het uitgraven, opgraven, tot het in elkaar zetten. En dat is een heel kostbaar en langdurig proces. En dat kon alleen dankzij de steun van de Bank Giroloterij. Ook deze maand zijn er weer veel prijzen gewonnen door de deelnemers van de Bank Giro Loterij. Onder in beeld verschijnt een selectie van de winnende rekeningnummers van de prijzen, waaronder mooie cultuurreizen.
We zijn terug in Naturalis en de kunstenaars wachten voor hun nog afgedekte doeken. Terwijl Karin arriveert, praat ik met ze over hun verwachtingen. Lieve kunstenaars, daar staan we dan voor jullie kunstwerken. Was het eigenlijk een makkelijk proces de afgelopen 2 weken, Jacomeen? Nee, ik vond het een hele kluif. Wat was een kluif? Ik vond het heel moeilijk om een gelijkenis vast te houden. Want in mijn techniek is het ook zo, als je iets fout doet, dan kan je het niet herstellen. Dus die houtsneden. Ja. Ja. Dus ik vond het heel spannend. En Frank? Het was niet makkelijk. Het begon heel, heel flitsend, zal ik maar zeggen. De eerste opzet ging lekker. Maar ik had natuurlijk 2 verschillende opzetten gemaakt. Ja, en dan begint het geworstel echt. Want dan moet je echt datgene raken wat je probeert te raken. Ja, en jullie waren zo ontzettend blij met het volle ornaat van Karin en de hele outfit. Ja. Werd dat lastig op een gegeven moment dan? Voor jou? Het lastige is, je zit er de hele tijd heel dichtbij. Heb je het gevoel, maar je bent er net niet. En dat is dan zo ontzettend vervelend. Is het goed gekomen? Ja. Nou, Karin gaat zo dadelijk kiezen. Dan gaan we echt onthullen. En om haar dat in volle vrijheid te laten doen, moet ik jullie vragen om ergens anders te wachten. Tot zo. Gaan we doen. Dankjewel. Tot straks. Goed, veel plezier. Ja. Karin, we zijn 2 weken verder. Je bent vereeuwigd. Zegt dat je iets, zo'n term, vereeuwigd? Nou, ik heb altijd gezegd, de eeuwigheidswaarde van mijn beroep en van mijn zijn is nihil. Dus ik vind het heel gaaf dat er een schilderij van me gemaakt wordt. Maar ik ga er niet van uit dat over 100 jaar mensen huilend bij mijn schilderij staan en zeggen, kijk, daar is ze. Nou, wacht maar tot je het ziet. Dreigde ze. Ja. Je kwam voor het poseren in het mooiste ornaat denkbaar. Krullen, die rode jurk. Hoop je daar iets van terug te zien? Nou ja, ik heb het gedaan om te inspireren. Dus hoop ik er ook iets van terug te zien. Dat vond ik zelf heel leuk om te doen. Ja. Zal ik eens beginnen met een beetje onthullen? Heb je zin? Ja, leuk. Ja, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Dus en je moet maar kiezen, hè, straks. Ja, gevoelsmatig, denk ik, kan het niet moeilijk zijn. Want ik ben altijd heel duidelijk. In mijn keuzes, in mijn smaken, in mijn, ja, wat mijn hart treft of niet. Zal ik de eerste onthullen? Ja. Oké, gaan we doen. Komt de eerste. Oh. Ja, wat grappig. Moet ik nou meteen iets zeggen? Als er iets in je opkomt, graag. Ja, nee, het grappig. Het is precies zoals ik me voorgesteld had hoe een statieportret eruit zou moeten zien. Goed. Ja, leuk. Gaan we naar nummer 2. Komt nummer 2, Karin. En mooi. Heel mooi vind ik die ook. Vind je het leuk om jezelf zo te zien? Ja, het grappige is dat je meteen denkt, oh, ik zat op een gegeven moment, er ging 1 bil heel erg slapen. En daar moest ik meteen aan denken. Maar je ziet hier iemand met een slapende bil. Ja, eigenlijk wel. Ja. Gaan we verder aan iemand vertellen, hè, natuurlijk. Knap getroffen, toch? Ja. Dat zijn 1 en 2. Ga ik naar nummer 3. Ja. Komt de derde, Karin. Dat is het dan. Oh, die is natuurlijk van Jacomeijn. Ja, dat zeg ik. Ik moet nog even zeggen, van haar moest ik dat erbij zeggen, dat dit een... Oh, wacht even. Nee, dit kan eraf en dit kan erop. Hoe kan dat nou? Ja, door de wetten van de zwaartekracht die ik nu niet beheers, maar het is los. Moet ik je helpen? Of... Je mag zo meteen helpen zoveel je wil, want jij mag het. Mooi zeg, ook wel erg apart. Wat een werk. Karin, ik laat je alleen met je 3 kunstwerken. Ja. En wil je alsjeblieft zo dicht mogelijk erbij gaan en zo eerlijk mogelijk straks zeggen welk schilderij je uiteindelijk graag mee naar huis neemt? Misschien moet ik toch even mijn man bellen. Veel plezier. Dank je. Jeetje, wat een gave techniek, zeg. Nee, de eerste indruk zie je dat ik denk, dit is echt een heel persoonlijke manier van de kunstenares om je beeld te pakken. En door de techniek is het heel intrigerend. Dat vind ik echt ontzettend mooi. Het is natuurlijk veel grover van werk, waardoor het meer zo'n impressie is. Grappig. Dus kunnen we het nog photoshoppen, dat er iets meer taille in komt? Ja, erg mooi.
Dit is meer zoals dat je denkt, de oude meesters. Dat vind ik toch ook wel heel bijzonder, hoor. Zo heb ik het nog nooit gezien zelf. Maar ze zijn zo anders. Wat moet ik nou doen? Gaat Karin kiezen voor de rode close-up van Jacomijn? Voor de spetterende kleuren van Frank? Of voor het klassieke portret van Bram? Karin, ja. Je eruit? Ja, ik ben eruit. Wat was je criterium om te kiezen? Ja, het belangrijkste vind ik, het criterium was toch van, als ik er langs loop, als ik hem thuis op heb hangen, voel ik me dan senang? Of heb ik dan het idee van, oh, wat gaaf? Of weet je, past dit bij mij? Was het moeilijk eigenlijk? Ik ken kunstenaars qua hoe ze zich voelen een beetje. Het is altijd toch je kind wat je aflevert. Ja. Ik zou je willen vragen, welk kind neem je niet mee naar huis? En waarom niet? dat lach je ook. Heel goed, heel goed. Blijf lachen. Bijvoorbeeld, wat ik niet mee naar huis ga nemen, is bijvoorbeeld de middelste schilderij van Frank. Je zei dat je zag dat je daar met een slapende bil zat. Wat nee, ik toch knap vind op een doek. Dat is goed hoor, heb je goed gevangen, die slapende bil. Dan heb ik het nog niet over mijn voeten gehad. Goed, dat is nummer 1, maar, die niet mee naar huis gaat. Ja. Welk van maar de ik ga er wel op bieden, hoor. Welk van de twee anderen gaat niet mee naar huis? Ja, van Jacomijn gaat niet mee naar huis. Hoewel ik die ook waanzinnig bijzonder vind. En wat een waanzinnige techniek. Echt prachtig. En ik vind hem bijna iets te... Hij komt bijna iets te dichtbij of zo. Als ik daar langs loop, denk ik, ja. Zo ga ik dan langs mijn eigen, ja, je bent er. Dus het is bijna, je hebt bijna te goed me gevangen of zo. Dus dat vind ik bijna heftig. Nou ja, heel gek, maar dan blijft er nog één over. En dat is nummer 1. Van Bram? Van Bram. En, waarom? Toen ik hem zag, dacht ik al meteen, oh ja, dat was eigenlijk dat gevoel. Zo'n statieportret en zo heel klassiek en zo proberen... Dat het en afstandelijk is en tegelijkertijd kom ik naar je toe. Ik wil, in mijn ogen heb je ook een beetje gevangen van... Ik zit hier, ik vind het hartstikke leuk, maar het duurt best lang. Weet je wel, zo, het is een beetje, je ziet een beetje de afstand, ja. En tegelijkertijd compassie en emotie. En ik ben braaf en ook iets heel klassieks of zo, wat ik heel gaaf vind. Want zo voelde ik me een beetje op die dag. Jullie mogen elkaar feliciteren. Oh, mag ik dan, ga jij mee of ga jij dan ik ga mee, ja. Ik ga gezellig mee. Kom erbij. Nou, Karin heeft het niet makkelijk gehad met de keuze, maar ze is eruit gekomen. Het portret van Bram gaat mee naar haar nieuwe huis. De andere twee portretten, die worden geveild voor een goed doel. En als u precies wil weten hoe dat gaat, moet u even op onze site kijken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Bankgiroloterij.